Het is, ja, iemand zo totaal gehandicapt, die kan helemaal niks. Ze kon niet eten, ze kon niet drinken, er moest allemaal gevoerd worden. Ze kon niet poepen, dan moest ze weer allerlei spuiten krijgen. En die kreeg eens in de week of twee weken kreeg ze toevallen. Eén grote zorg. En mijn vader, die had ook tegen vrienden gezegd waar ik bij was. Ja, ja, de oude Grieken die gooiden die kinderen van de berg af. En dat dacht ik bij mezelf, nou, ja, begrijp ik wel. Hmm. En ik weet ook dat hij overwogen heeft om een kussen op haar hoofd te leggen. Om een eind aan haar leven te maken? Ja. Zo. En ik voelde me toen later schuldig. Mijn vader kon het niet en die raakte heel, heel emotioneel. En toen dacht ik, ik had het toch ook kunnen doen. Dat, vond u eigenlijk dat u dat moeten doen? Ja. Ja, je zegt het nu wel heel streng, maar ik voelde me er schuldig over dat ik dat niet gedaan heb. En is dat nog? Is dat gebleven? Het zou een hoop opgelost hebben, ja. Maar dat kan toch niet? En waarom niet? Ja, dat is gewoon moord. Ja. Ja, het kind was dus totaal niet levensvatbaar. Het was heel erg. Ja. Ze is ook heel erg dood gegaan.